Hoi en welkom bij deze video. Ik ben Martine van Best Biologisch en in deze video ga ik heel snel eventjes het VWO-examen bespreken. Met vooral als doel dat jullie een plek hebben om je vragen te stellen en gewoon om mijn mening even te ventileren. Soms moet je dingen even kwijt. Mocht je in de afgelopen periode heel veel hebben gehad aan mijn filmpjes en je wil me bedanken, dan kan je mij trakteren op een kopje koffie of een gin tonic. Ik heb QR-codes of linkjes onder de video. Die linkjes zijn 2 weken geldig, want het is amateuristisch als de neten. En dan kan je daarna eventueel, mocht je toch nog mij ergens op willen trakteren, dat doen via een super bedankt of een super thanks of een bedankje onder de video. Maar eigenlijk ben ik echt al heel blij met jullie vragen en jullie likes en jullie abonnementen op mijn kanaal. Vooral de vragen. Vooral VWO'ers stellen echt altijd superleuke vragen. Het examen, voordat ik er echt helemaal induik, een kleine disclaimer. Ik ben niet jullie docent. Ik heb ook geen examenklas dit jaar. Dus vandaar dat ik dit filmpje kan maken. Anders zou een leerling van mij naar de rechter kunnen stappen. Of ja, maar hoor eens. Die mevrouw die zegt dat het goed is. Dat kunnen jullie niet. Want ik ben maar iemand op het internet. En wat ik zeg is niet per definitie waar. Jouw docent en de tweede corrector die bepalen of een antwoord goed is of niet. Dus mijn mening is een indicatie en geen waarheid of wet. Ook is dit, wat is het vandaag? Het is nog steeds vrijdag. Het is 6:50. Ik heb het examen gelezen. Ik heb gegeten. Ik heb er niemand over gesproken. Dus ik ga nog wel tot nieuwe inzichten komen wat betreft het examen nadat ik deze video heb gemaakt. Dus pin mij er niet op vast en jezelf ook niet. Mocht je nou zelf je examen kritisch willen nakijken op dezelfde manier als je docent willen nakijken, kijk dan vooral mijn video over het nakijken van examens. Dan kan je een goede inschatting maken van je cijfer. Daarvoor heb je natuurlijk ook de N-term nodig. Daar ga ik aan het einde van de video ook een kleine indicatie voor geven wat het volgens mij wel eens zou kunnen worden. Eerst maar eens eventjes het biologie-examen bekijken. Allereerst excuses voor het verandering in het geluid. Als het goed is, nu wel beter als net. Ik heb een beetje ruzie met mijn apparatuur. Het examen VWO. Nogmaals, dit is een review en niet een bespreking. Uitgebreide bespreking volgt uiteraard. Mocht je nou moeten herkansen of in het tweede tijdvak je examen doen dit jaar. En je vond één blok echt heel lastig. Laat het me weten, want voor die tijd lukt het mij nog wel om een set vragen een filmpje te maken. Het hele examen gaat me zeker niet lukken. Want jullie zijn ook niet de enige die examen hebben gedaan. Maar eerst maar eens even dat examen. Het gevaarlijke afslankmiddel. Ik vond het best een aardige set om mee te beginnen. Zeker die eerste vraag met een beetje beredeneren. Zullen de meeste van jullie deze goed hebben beantwoord? Ik vind deze goed te doen. De volgende heb je echt eventjes je binas bij nodig. En moet je misschien even puzzelen hoe dat ook alweer zit. Is die hartje hard nodig? Ook deze, even de plaatje van die nier, van die lis van Hendel en alle stoffen die erin en eruit gaan. Daar kon je deze mee oplossen. Het tekort aan rode bloedcellen, hoe kan je dat verklaren? En daar moest ik eventjes hard over nadenken. Dat komt ook omdat ik ervan overtuigd was dat EPO in de bijnieren gemaakt wordt. Dat is dus hartstikke niet zo. Daarom moet je altijd even je binas erbij pakken. Dus ik hoop niet dat jullie zijn gaan beredeneren met oh, in de nieren, water terug, schoonmaken, bloed, bla bla bla. Ik hoop dat je die denkstap hebt gemaakt voor deze ene punt. Ben ik wel benieuwd naar, laat het eens weten of dat jou is gelukt. Dan gaan we naar die adduct. Ik vond dat een hele rare vraag. Ik snapte niet zo goed wat ze nou precies van me wilde. Ik snapte hem niet helemaal. Ik moest echt even goed binas erbij pakken en de structuurformules met elkaar vergelijken. Ik ben benieuwd wat jullie omcirkeld hebben en of dat inderdaad het goede was. Guanine heb je waarschijnlijk wel herkend waar het aan gebonden was. Ik vond het puzzelen. Ik vond het meer vergelijkte plaatjes dan ze vertellen iets over biologie. Vraag 6 is wel echt typisch biologievraag. Ik vind het heel knap hoe ze op elk examen de exons en de introns weer anders weten weer te geven. En nu hebben ze pijltjes met dingen en pijltjes bovenop elkaar en mutaties en weet ik wat ze allemaal. Vooral in de basiskoppel AT, hier wordt al één hint weggegeven. Dus ook de tekst was redelijk belangrijk. En dat had je allemaal nodig voor vraag 8. Vraag 7 moest je echt even weten, wat is nou weer intron, wat is exon? Over de resultaten in afbeelding 1 worden 3 beweringen gedaan. Hier had je dus ook echt, voor de eerste stelling, moest je echt even de tekst lezen om te weten wat de puntmutaties waren. Vraag 9 ging eigenlijk over validiteit en betrouwbaarheid. Het verschil tussen die twee is altijd weer lastig. Beide methoden zijn wel betrouwbaar, maar niet even valide. Dan moet je wel weten wat het een is en wat het ander is. Validiteit is meet je wat je wil meten. En betrouwbaarheid is je meetmethode goed. Dan gaan we naar het stukje ecologie.
Er zat best veel ecologie in eigenlijk. Niet alleen dit, maar ook een beetje bij de verderop kom je het nog een keertje tegen. Het gaat over twee varianten van zeegras. Dan is die robuuste variant uitgestorven door eutrofiëring. Hoe kan dat belemmeren? Ja, dat moet je echt puur oplepelen. Het is ook een driepuntsvraag deze. Wat eutrofiëring is, dat moet je dan wel weten. En je hoeft er niet heel eutrofiëring uit te leggen. Alleen het eindresultaat, namelijk dat er veel, of een deelstap, het is niet helemaal het eindresultaat. Heel veel algengroei en algenbloei, die moest je zien te verzinnen. Ja, het is ecologie. En een beetje oxidatieve fosforilering. Je pakt je binas erbij. En als je denkt, ik heb hier helemaal niks mee. Ik snap hier nooit wat van. Zo'n vraag gewoon lekker overslaan. Ja, dat is een beetje mosterd naar de maaltijd, hè, dat ik dat nu vertel. Hier hebben ze een onderzoek gedaan. Dus onderzoek is ook wel echt iets wat altijd weer terugkomt in je examen. Ze hebben verschillende combinaties neergezet. Mocht je even over nadenken wat nou de functie is van die proef zo opzetten. Ik denk dat niemand hier 3 punten heeft gehaald. A, werd ik helemaal gallies van de plusjes en de minnetjes. En ik vond het een beetje onoverzichtelijk wat ze nou precies van me wilden. Ligt toe waarom ze dit hebben opgenomen. Ja, dat kan je in 1 zinnetje uitleggen. En ze verwachten dat je voor 3 punten uitgeeft. En de controlenummer, ja, dat is natuurlijk waar niks is gebeurd. Waar alle factoren gewoon aanwezig zijn. Nou, dat hoop ik dat jullie wisten. Maar ik vond hem vaag. Ik vond 14 gewoon vaag. Zeker als je daar 3 punten voor geeft. Dan mag je best wel wat duidelijker zijn in wat je nou niet ligt toe waarom ze dat doen. Dat vonden ze leuk. Ja, ik vind hem vaag. Ik vind hem vaag gesteld. En dan dat je, hoe moet ik naar 3 punten toe komen? Wat moet je, het is niet duidelijk wat je moet noemen voor 3 punten. Dat is wat ik probeer te zeggen. De tijgermurgen gaat stiekem ook nog een beetje over ecologie. Want ze gaan het nog hebben over consumenten van de eerste orde en zo. Een stukje abiotische factoren. We hebben deze set, werd het wat ingewikkelder. Ja, het is grafieken vergelijken. Op de verschillen zoeken, echt per stelling kijken, wat is nou wat. Ja, ik vond geen leuke vraag dit. Het was veel puzzelen en uitzoeken en terugscrollen en wanneer gebeurt nou wat. En welke breedtegraad hebben we over en welk jaar en welk land. Het was gewoon veel informatie en dan moet je echt alles goed naast elkaar leggen. 18 is een geringe variatie in kritische fotoperiode. Ik hoop dat jullie allemaal hebben kunnen bedacht dat de Amerikaanse populaties waarschijnlijk met heel weinig individuen en weinig genetische variaties zijn begonnen. Symbiose zit ook opvallend vaak eigenlijk wel in het examen. Vorig jaar hadden we de teken waar symbiose was en nu dus dit chikungunya virus. Dus het zit er regelmatig in. Dus zorg dat je die, mocht je nog in de tweede tijdvak aan de beurt zijn, uit je hoofd leert. Commensalisme, mutualisme enzovoort. Gaan we naar wat ik echt een leuke context vond eigenlijk wel. Namelijk de evolutie van menstruatie. Die vond ik vooral leuk omdat ik er nog nooit over nagedacht had. Wat ik minder leuk vond, is dat er best wel veel menstruatie in zat. En het is misschien niet zo gek. Hij ging lang door. En heel veel over hormonen van die menstruatie. Weet je, na 6 jaar biologie. En elk jaar weer zo'n beetje zit de menstruatie erin. In de brugklas. In de 3e klas. Of in de 2e klas wanneer je bio hebt. Dan komt het in de 4e weer voorbij. En dan in je examen. Een beetje menstruatiemoe. Dat ben ik sowieso regelmatig. Vond het leuk dat ik nu dus geleerd heb dat wij helemaal niet de enige soort zijn die menstrueren. Dat wist ik niet eigenlijk. Wist ik het wel. Ik had er dus echt nooit over nagedacht dat er meer soorten zijn die een menstruatie hebben. Dat oerang-oetangs ook menstrueren. Ik ben ook benieuwd naar hoe hun cyclus dan is. Is dat ook elke maand? Of is dat 1 keer in het jaar dat ze menstrueren? Of is dat... Ben ik nieuwsgierig naar. Dat wordt ons niet verteld. Goed kijken bij elke stelling. Klopt het of klopt het niet? Ik moest sowieso echt in die enorme lijst echt zoeken naar de soorten die ze noemden. Dus, oh ja, hier staan de vleermuizen en een gewone vampier. Maar in ieder geval vleermuizen staan er. Vraag 22 is een stukje kennis. Wat gebeurt daar in de menstruatie? Het zal mij ook niks verbazen als dat in je binas staat trouwens. Ik heb het nog niet opgezocht. Ik wist het namelijk gewoon. Nee, je had je echt wel je kennis bij nodig. Als je heel lang erop gaat studeren, dat je het er toch uit kan halen. Ik denk dat je dit gewoon moest weten. Vraag 23. Mijn god, wat heb ik daar lang op zitten. Iedere keer weer terug naar dat enorme ding. Oké, waar staat dat Soendas spookdier? Waar, die zit daar. Oh, wat deed hij nou? Menstrueren of niet menstrueren? Weer terug naar dat ding. Ik werd er helemaal gallisch van. Heb je daar gelukkig
een klapblaadje bij. Maar ik bleef heen en weer. Uiteindelijk kom je er wel uit. Maar ik bleef heen en weer scrollen. Hij is veel werk voor maar één punt. Laat ik het zo zeggen. Al met al begrijpelijke set vragen. Evolutionaire voordeel van zo'n miskraam. Dit was niet de vraag die in elk examen zit. Moest je echt even wat anders verzinnen. Toch ook nog weer een stukje met receptoren en second messengers en zo. Het zit er ook eigenlijk altijd wel in, hè. Dus het is niet een heel vernieuwend examenonderwerp wat logisch is. Want de onderwerpen zijn al 100 jaar hetzelfde. Gaan we naar lachgas en partydruk. Nou, het zal jullie niet onbekend zijn en hopelijk ook niet onbekend zijn dat het zenuwschade kan opleveren. Ja, de zenuwen zitten standaard wel in het examen. Veel mensen vinden het lastig. Staat ook best veel over in je BINAS. Maar of het nou presynaptisch, postsynaptisch, daar zal je eventjes op gepuzzeld moeten hebben. En hyperpolarisatie en repolarisatie, echt je BINAS hard nodig. Deze vraag zit ook eigenlijk altijd wel in het examen. Hè? Volgorde waar het bloed langs gaat. Veel voorkomende vraag, pak je BINAS erbij. Mannetje met de bloedvaatjes, begin waar dat ding in de longen komt. Want je ademt het in. En volg de route. Hoe snel is dat bij die hersenen? Stukje zuurstofdruk. Heb je ook weer je BINAS nodig met die zuurstofcurves. Dus het was heel veel, hoe goed kan jij grafieken lezen en dan toepassen wat er gevraagd wordt. En dit is een stukje kennis. Tenminste, ik denk niet dat dit in je BINAS staat. Dan gaan we het hebben over die myelineschedes. Die zitten ook regelmatig eigenlijk wel in het examen, myelineschedes. Ook niet heel vernieuwend. Deze vraag heb ik vaker gezien. Ik had veel bij dit examen best wel regelmatig een déjà vu. Ik dacht, die vraag heb ik vaker gezien. Het is net even een andere naam en een andere situatie, maar dezelfde vraag. Dus erg origineel was het niet. Deze wel, trouwens, met die antistoffen. Wat ik miste, dat dacht ik bij dit plaatje aan, wat ik miste was een beetje organen en verteringsstelsel en zo. Dat zat er echt een stuk minder in. Behalve dan dus deze vraag over vitamine B12. Maar ik weet er niet dat ik dacht, het gaat nou echt over. Ja, dit was eigenlijk de enige echt over het verteringsstelsel. Vond ik wat weinig. Het is normaal wat uitgebreid. Ik miste de vraag over het darmoppervlak die er ook altijd in zit. Ja, die miste ik. En deze moet je even zo'n schema goed lezen. Lastig. En waarom liever een injectie dan een pil? Nou, dan heb je toch ook weer een verteringsstelselvraag. Al met al vond ik het examen op sommige punten heel veel opzoekwerk. Heel veel puzzelen. Ik denk dat die best uitdagend was. De N-term, daar komen we erop, die hangt natuurlijk ook af van hoe goed het examen landelijk wordt gemaakt. Dus eigenlijk doe ik nu als ik zeg, joh, de N-term is 2, dan zeg ik eigenlijk, ik denk dat het echt heel slecht is gemaakt. Ja, ik ga wel zeggen, hij komt boven de 1. Misschien 1,2 of zo. Dat is een beetje natte vingerwerk, maar omdat er een paar vragen in zaten die raar gesteld waren. Er zitten een paar vragen in waar je zo verschrikkelijk op moet puzzelen. De driepuntsvragen waar niemand de drie punten gaat halen. Er zaten ook echt heel veel vragen in die goed te doen waren. Die je goed kon opzoeken in je BINAS. Die makkelijk te vinden waren. Waar je even snel iets moest beredeneren. Die zitten er ook echt wel in. Dus ik ga voor een N van 1,2. Als altijd, heb je nou nog vragen over onderwerpen uit het examen of andere onderwerpen? Laat het vooral weten in de reacties. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.